Nou, Yvonne en Christa, hartstikke mooi dat jullie hier ook willen staan. Ook bij jullie hebben we al wat informatie op de achtergrond neergezet. Kunnen jullie ook even kort vertellen waar jullie onderzoek over gaat? Zal ik beginnen? Prima. Ik ben Yvonne Suikerwijk en mijn onderzoek is gericht op vangnetters met psychische klachten. En eigenlijk het doel om een soort triage methode te ontwikkelen om belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie te herkennen. En om daarop een interventieaanbod te laten aansluiten die de professionals in de ziektewet kunnen gebruiken. Ja, mijn onderzoek gaat over het ontwikkelen van een tool voor arbeidsdeskundigen werkzaam bij werkbedrijf. En in die tool doen we door middels van een vragenlijst belemmerende factoren voor werkervatting uitvragen, zodat de arbeidsdeskundige direct een overzicht heeft van welke factoren, los van de medische kant, mogelijk belemmerend kunnen zijn voor iemand. En het instrument geeft daarbij ook een voorstel voor passende dienstverlening die klant zouden kunnen helpen om weer terug te keren naar werk. Heel mooi. En jullie zijn al een paar jaar bezig. En wat vinden jullie tot nu toe je mooiste resultaat? En wat hoop je nog te bereiken met je onderzoek? Ja, dat is een lastige vraag. Want ik denk meestal dan meteen aan allemaal ingewikkelde data-analyses die ik heb gedaan. Maar als ik echt dan denk, waar ben ik nou trots op? Dat is dat de tool die ik heb gemaakt, een soort conceptversie die we hebben voor het herkennen van de werkervattingsmodus bij vangnetters bij psychische klachten, dat die recent getest is door een aantal collega's van jullie op kantoor Leiden. En dat eigenlijk de eerste resultaten heel positief zijn. Mensen het ook leuk vinden om ermee te werken. Dus eigenlijk is dat iets vooral waar ik trots op ben en niet het hele ingewikkelde wetenschappelijke. Maar dat is ook ingewikkeld, ja. Daar mag je ook best trots op zijn hoor. Maar dit is zeker een mooi resultaat. Ja. Ja, ik denk een beetje hetzelfde antwoord als wat Yvonne gaf. We zitten een beetje in dezelfde fase. En ja, het is gewoon heel leuk om te zien dat die tool dan überhaupt helemaal in ontwikkeling is. En dat ook in de praktijk getest wordt en door mensen ook echt gebruikt wordt. Ja. Ja, en Christa, jij bent geen verzekeringsarts. En vind jij dat een nadeel? Nee, ik vind het van niet, want mijn onderzoek gaat ook heel erg over meer het arbeidsdeskundige deel daarvan. Soms had ik wel de wens dat ik misschien arbeidsdeskundige of AID had geweest. Had ik van tevoren wat meer kennis gehad. Ja. Maar ik mis het niet om geen verzekeringsarts te zijn. Nee. En Yvonne, jij bent wel verzekeringsarts. En hoe ervaar jij het delen van je onderzoeksresultaten met je collega's in de praktijk? Nou, eigenlijk heel erg positief, want als onderzoeker kun je soms best wel in een kokervisie terechtkomen of in je eigen wereldje. En op het moment dat je het gaat presenteren aan verzekeringsartsen of aan andere professionals in de praktijk, en je krijgt vragen terug en opmerkingen, ideeën, dan, ik weet niet, verbreedt mijn blik dan weer. Ook al ben ik zelf verzekeringsarts, omdat ik toch heel veel onderzoek doe, is het goed om die verbinding te houden ook met andere collega's en ook niet alleen met verzekeringsartsen, maar ook arbeidsdeskundigen, reïntegratiebegeleiders. Ja. En wat vinden jullie het leukste aan het doen van onderzoek? Ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Maar wat ik vooral leuk vind, is dat ik steeds, en dat is ook wel een beetje specifiek voor mijn project, dat ik steeds een deelproject heb waar ik aan kan beginnen, waar ik me helemaal in vast kan bijten. Wat ik zelf op kan zetten en uiteindelijk ook kan afsluiten met bijvoorbeeld een product zoals een tool of een artikel. En dan weer met een vervolgproject aan de slag gaat. Wat daar wel bij aansluit, maar wat weer een heel nieuw onderwerp is. Wat een heel nieuw methode waarbij ik dan ook weer een cursus kan doen om te leren hoe ik dat moet doen. Dus dat vind ik nou echt ontzettend leuk. Je blijft jezelf ontwikkelen. Ja. Ja, ja. En jij? Ik vind vooral de afwisseling tussen, aan de ene kant ben je heel erg met de data bezig. Dan kan ik er even van genieten om lekker alleen achter mijn pc te zitten, helemaal in de Excel-bestanden te duiken. Maar aan de andere kant staat er ook weer tegenover dat je naar buiten mag en dat je je instrument in de praktijk mag tonen. En dat mensen ermee aan de slag gaan. En die afwisseling die maakt het voor mij heel interessant. Ja. En zijn er ook dingen die jullie zijn tegengevallen? Het duurt soms heel lang. Het is echt iets van de lange adem. Ja, hetzelfde wat Sylvia in de vorige ronde eigenlijk ook al aangaf. Klopt, ja. Ja, en ook wat ik niet had verwacht, is dat voordat je echt kan beginnen met dataverzameling, voordat je je plan hebt en het door de METC, de toetsingscommissie is, dan ben je zo'n tijd verder. Ja. Dan moet je af en toe wel even geduld hebben. Ja, geduld komt er zeker bij kijken. En doorzettingsvermogen. Dus. En, ja. En nou, stel je voor, er zit hier iemand in de zaal. En
die zou overwegen om onderzoek te gaan doen. Bijvoorbeeld een kleinschalig onderzoek, waar Diederik het eerder ook al over had. Wat zou je die persoon willen meegeven of adviseren? Ja, wat mij heel erg helpt is een team van mensen die in de praktijk werkt. Maar ik werk zelf natuurlijk niet in de praktijk, dus het ligt misschien iets anders. Maar dat helpt mij heel erg om mijn ideeën bij te toetsen. Gewoon ook dingen aan te vragen, even snel opbellen van joh, hoe zit het nu eigenlijk bij jullie? En ja, dat heeft mij heel erg geholpen de afgelopen 4 jaar. Ja, vooral de koppeling van het onderzoek met de praktijk. Ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, kies iets wat je vooral ook echt heel interessant vindt. Iets waar je zelf een onderzoeksvraag over hebt. Bij voorkeur zo simpel mogelijk. En neem er de tijd voor. En vraag er de tijd voor. En dat kan dus ook met kleinschalige projecten. Dus ga dat vooral doen. Het duurt wel lang voordat je misschien uiteindelijk zo'n eindresultaat hebt. Maar dat proces is net zo leuk in onderzoek. Omdat je ontzettend veel leert. En het hoort er ook bij. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie mooie antwoorden en voor dit leuke interview. Dan gaan we nu weer verder met het programma. Heel goed, dankjewel.